Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. In de vorige video, die over het maken van een mal in Lightburn ging, had ik aangegeven dat het waarschijnlijk de laatste video van het jaar zou zijn. Nou, ik ben ingehaald door de tijd en door de zaken. Zelfs dit gaat niet de laatste video van dit jaar zijn, want Lightburn is met een grote update uitgekomen en daarnaast met een nog een update, maar dat was meer een bugfix update. Nou moet ik zeggen dat die grote update niet zo ontzettend veel functionaliteit extra biedt. Echter, gezien het feit dat ik dat kanaal heb, dit YouTube kanaal, moet ik wel natuurlijk de moeite nemen om u te laten zien wat er dan veranderd is. Waarbij ik er nog niet eens uit ben hoe het eigenlijk allemaal werkt. Maar goed, Allah, het zij zo. Daar ga ik de komende week aan werken. Aan een video over de recente update van Lightburn. Vandaag iets heel anders. Dingen gebeuren natuurlijk omdat ze gebeuren. Ik was bij een firma waar ik één keer in de week een paar uurtjes met een laser mag knutselen en hobbyen. Maar waar ik ook wel wat activiteiten doe die uiteindelijk hun ten dienste van hun productieproces staan. En zij hadden een grote opdracht van een bakker voor een heleboel snijplanken die gelezerd werden. En nou hebben zij daar natuurlijk een veel zwaardere laser staan als wat ik hier heb. Geen zorg. Dit moet je met een gewone laser ook kunnen. Ik heb in een eerdere video al wel eens laten zien hoe je beukenhout voorzien kunt van teksten en dat soort dingen meer. Dus wat gedaan? Ik naar de blokker. Je kan er ook voor naar IKEA of weet ik wat dan ook. Het hoeft ook niet per se beukenhout te zijn. Bamboe ook prima. Alleen ik heb wel even opgelet dat het hout is wat niet zo heel gemakkelijk krom gaat trekken. Nou, dat lijkt me hier vrij stug mee. Bovendien is het beukenhout dus wat je ook bij de bouwmarkt koopt. En derhalve kan het goed gebruikt worden om te laseren. Nou, wat gedaan? Natuurlijk de binnenmaat opgemeten. Want hier zit een gootje in om vloeistoffen af te vangen, zeg maar, als ze aan het snijden zijn. Dus de binnenmaat. En op die binnenmaat heb ik een afbeelding gemaakt die ik je zo meteen ga laten zien in Lightburn. En die afbeelding gaan we daarop laseren. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat dat mooi gaat worden. En zo ja, gaan we hem daarna inolieën. Ik weet ook dat je natuurlijk voedselgoedgekeurde olie zou moeten gebruiken. Maar olie gaat erin trekken en voordat het gegeven wordt, want het worden natuurlijk kerstcadeautjes en we zijn ruim een week voor kerst, is die olie wel weggetrokken. Bovendien kan die daarna nog behandeld worden met gewone zonnebloemolie of wat dan ook. Hè? Maar olie die je normaal voor het koken gebruikt. Ik ga je laten zien hoe ik dat ga doen. Het is geen groot proces. Ik ga ook niet laten zien hoe ik dat precies in Lightburn bouw. Maar ik ga je wel laten zien hoe het eruit ziet. Het is namelijk niet zo heel moeilijk. Het zijn twee afbeeldingen die ik heb gedownload. Twee wapens, die heb ik getraceerd. En de trace wordt zeg maar in de straks op het snijplankje verwerkt. Samen met een tekst. En dat ga ik je nu laten zien. Zo, dan zijn we nu in Lightburn. En hier zien we de afbeelding. De blauwe lijn is dus een toolpad. Dat is alleen maar de maat van die binnenkant van dat hout wat ik gemeten had. Dat was overigens iets van net boven de 29 breed en net boven de 19 hoog. Dus ik heb dat wat naar beneden bijgesteld, zodat ik zeker weet dat het straks keurig in het midden gelezen wordt. En dan zien we linksbovenin het wapen van Nederland, Gemeente Dree. Kijken hoe dat eruit gaat komen, want dat wordt nog wel een kleintje. Dat Gemeente Dree is niet zo geweldig leesbaar. En rechtsonder het wapen van de Oekraïne. Ja, in het midden een gedicht over vluchtelingen uit de Oekraïne met daaronder wie het geschreven heeft. Ik snap dat er mensen zijn, want die kom ik helaas wel tegen. Ik zeg bewust helaas. Zeggen van er zijn toch ook vluchtelingen uit andere landen. Dat is zeer zeker zo. Alleen iedereen is betrokken met eventueel mensen uit zijn omgeving. Als die zich ook bezig had met vluchtelingen bijvoorbeeld. Nou, voor mij betekent dat dat ik bezig ben met Oekraïense vluchtelingen. Dat is nu eenmaal daar waar ik mij begeef. Ja.
Vandaar ook dit gedicht. Dit gedicht is mij via Google Translate vertaald naar het Oekraïens. Want ze worden cadeau gedaan aan twee Oekraïense vrouwen die met de kerstdagen bij ons gaan zijn. Ik hoop in elk geval dat die mensen dat mooi gaan vinden. Settings die ik erbij gebruik ga ik je laten zien. En dit zijn de settings waarmee ik de vorige keer ook het beukenhout gelezen heb. En dat wil zeggen 1200 mm per minuut snelheid. Een maximaal vermogen van 75%. De stand is een fill-stand, zodat we de letters ook goed te zien krijgen. En ik hoop dat dat niet te veel van het goede is. Vervolgens een overscan van 4%. Een lijninterval van 317,5. Dat is het maximum voor dit soort lasers. En hij gaat er één keer overheen en dit keer van onder naar boven. Normaal doe ik dat van links naar rechts, maar nu laat ik hem van onder naar boven gaan. Of van boven naar onder, net hoe je het wilt zien. Wat ik ook aan het eind ga doen, ik ga zorgen dat hij op zijn plek blijft liggen. Mocht het er niet goed uitkomen, dan ga ik alsnog proberen dat op een andere manier te doen. Maar dit is zoals ik het ga doen. Lieve mensen, we gaan zien hoe het eruit gaat komen. We gaan naar de laser. En dit is dan de eerste van de twee platen gelaserd. Ik ga hem aan de kant leggen, want ik ga hem straks eerst schoon spuiten met een compressor. Maar daarvoor doe ik eerst de andere plaat maken, zodat ik dat in één keer kan doen. Maar zoals je ziet, het komt er heel fraai uit. De volgende stap gaan we overtollige roet eraf spuiten met de compressor. Die overblijft bij deze platen is het voorzien van olie. Ik gebruik daar eikenolie dit keer voor. Je kan kiezen natuurlijk welke soort olie je gebruikt. Ik kies bewust voor eiken om het ietsjes donkerder te maken. Dus ik probeer dat te realiseren. Eerst de achterkant van de plaat, dan zie ik een beetje hoe het eruit komt te zien. Oké, dat is tevredenstellend. Dan ga ik de zijkant doen. Eventjes wat meer olie op mijn doekie. Ik weet dat dit natuurlijk eigenlijk voedselgeschikte olie zou moeten zijn. Maar het is nog lang geen kerst, of lang geen kerst, dat duurt nog ruim een week. En omdat dat zo is, ben ik zo vrij om dit te doen met gewone meubelolie. En dan kan er later altijd nog gewone voedselcorrecte olie gebruikt worden. Maar dat heb ik op dit moment niet in huis. Maar dat gaan we nog regelen. De olie maakt het iets donkerder, waardoor ik het eigenlijk nog iets mooier vind. Eventjes ook in die sleuf zorgen dat daar olie in komt. Nou, je begrijpt, de andere ga ik zo meteen op dezelfde manier doen. Het resultaat mag er zijn. Ik zal er zo nog even een foto van maken voor in de video. Maar ze zijn echt mooi. En dit zijn prachtige kerstcadeautjes voor de mensen voor wie het bestemd is. Ik hoop dat je de video leuk vond. Tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over de update van Lightburn. Ik hoop volgende week. Nou ja, dat zien we wel. Tot de volgende keer. Dag.